Jaris Torregio, eerste plaats. Defino Burnett, tweede plaats. En Anufai Braam, derde plaats. Zijn de winnaars van de tekenwedstrijd die de Stichting Support Recycling Suriname, Surisuur, heeft georganiseerd voor de zesde klassers van de lagere school. De tekenwedstrijd is tussen 9 en 30 juni 2020 georganiseerd. Volgens Rubia Berghout, vrijwilliger bij de stichting, was het doel leerlingen van de zesde klassen op een positieve manier bezig te houden gedurende de lockdown. De leerlingen zaten op dat moment thuis en we wilden ze bewust laten nadenken over actuele vraagstukken en dit op hun eigen manier laten vertalen, zegt Berghout. In totaal hebben 62 leerlingen uit Paramaribo, Wanica, Para, Kommewijnen, Nikeri en Marowijnen een tekening opgestuurd voor deelname aan de wedstrijd. Volgens de organisatoren is de deelname boven verwachting geweest. Op enkele scholen hebben de leerkrachten de tekenwedstrijd als opdracht meegegeven aan hun leerlingen, zodat die thuis een educatieve en positieve bezigheid hadden. De winnende tekeningen zullen gebruikt worden in de communicatie van de stichting naar de samenleving toe als het gaat om de awareness rondom het milieu en recyclen op gang te brengen.